Ja, je voelt hem denk ik al een beetje aankomen. Ik ben echt wel verbaasd dat je dit hebt gedaan. Ik wist nog niet helemaal zeker of ik het zou doen, maar ik ben er nu wel over uit dat ik het wel graag wil. Ja, ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb ontzettend veel zin in vandaag. En ik weet zeker dat er heel veel van jullie zijn die er ook zin in hebben. Want dankzij jullie gaat er vandaag iets speciaals gebeuren. Zoals jullie weten, Knol Power, dat is mijn logo. Staat hier ook op mijn mondkapje, alle Knol Power logootjes. En kunnen jullie je nog herinneren dat de laatste wintersport van mij, samen waar Lars bijvoorbeeld ook bij was, er werd gezegd door Lars, bij de 50.000 likes ga ik een KP-tattoo zetten. Oh ja, en bij 50.000 likes zet Lars een KP-tattoo. Oké, dat is geen grap. Dat is echt zo. Lars, ik heb goed nieuws voor jou. Want die 50.000 likes, die hebben we gehaald sinds een paar weken. En vandaag is de dag dat jij je aan je belofte gaat houden. En dat ik jou ga verrassen met een KP-tattoo. En als ik dan een knolpower-tattoo ga laten zetten, dan doe ik dat door Sarah. Hallo! Hallo, hallo! De vorige keer hebben wij echt een super goede sessie hier gehad. Toen heeft Sarah een tattoo gezet bij mijn moeder. Die ziet er zo uit. Kinderzet. Wow! Nou, klaar! Dat is hem! Ik doe alleen een plaktattoo. En een tattoo gezet bij Myron. Die kunnen we nu al laten zien. Die heb je namelijk hier op je arm staan. Echt super mooi geworden. Nog steeds heel erg blij mee. Zeker. Vandaag gaat er dus een nieuwe sessie plaatsvinden. Niet alleen bij Lars, maar ook bij andere mensen. Dat hou ik nog eventjes geheim. Dat gaan jullie straks zien. Maar elk moment kan Lars uit de parkeergarage komen. En dan gaan we hem eens eventjes verrassen met het feit dat hij nu meteen als eerste om 11 uur in de ochtend een tattoo gaat laten zetten. Hier bij Sarah. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. En ik vind het heel erg leuk dat jij eraan mee gaat werken. Nice, ik heb ook heel erg veel zin in vandaag. Ja. Heb jij in de tussentijd van de vorige keer tot nu zelf nog nieuwe tattoos? Of heb je niks zelf erbij? Nee, want die coronatijd is natuurlijk ook tussendoor gekomen. Dus dat heeft voor ons ook allemaal even een beetje stilgelegen. Ja. Maar ik ben nu aan het plannen om mijn hele rug te laten doen. Dus ja, serieus? Ja. En heb je dan een vriendin of een collega die dat bij je gaat doen? We hadden hier een tijd geleden een gastartiest. En die heeft ook mijn bovenarm gedaan. Ja, dat vind ik zo vet stijl. Dus ik wil dat haar ook mijn hele rug gaan doen. Oké, heel erg cool. Een hele rug, dat gaat vandaag niet gebeuren bij iemand. Maar ik moet wel zeggen dat er wel een tattoo wordt gezet op iemands rug. Alleen dan niet de hele rug compleet. Er wordt echt ontzettend leuk. En ja, ik vind het best wel spannend voor Lars. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij gaat reageren dat we dit hebben geregeld. Ik denk eerlijk gezegd dat hij het wel een beetje voelde aankomen, maar nou, hij komt elk moment naar buiten, dus laten we even afwachten. Ze lopen nu naar buiten. Ze zijn er, ze zijn er. Hij gaat mij bellen. Ik ga naar beneden, ik ga ze even halen. Oh, dit wordt mooi. Ja! Goeiedag! Hoe is het? Ja, goed. Alles lekker? Ja, ja. Hallo. Hey. Alles goed? Ja, oh Lars, oei. Ja, je voelde hem denk ik al een beetje aankomen. Ja, ik kreeg nee, al... net, we hadden het erover en net in de garage. Nee, dat kan niet. Dit zat al zo lang, dat kan niet. Ja, ik heb dus al best wel een tijdje geleden heb ik deze afspraak gemaakt bij Sarah. Het was even een beetje lastig vanwege COVID dat we het moesten uitstellen. En ik kreeg ook al van Boas te horen en van Mees te horen en van jullie kijkers te horen. En steeds vaker werd iedereen getagd, ook van Huis en Knol en zo. Er zijn meer dan 50.000 likes. En ik had zoiets van, ja, ik weet het, die afspraak is al lang gemaakt. Maar heb gedeeld, heb gedeeld. Dus ja, ik heb iemand geregeld die echt supergoed kan tatoeëren. Ja. En het ligt al klaar voor je. Let's go. Ja? Ja, oké. Okay. Ik moet wel. En ik denk dat Lars ook wel gaat nadenken voordat hij weer zo'n belofte doet. Ik moet het nooit meer zomaar zeggen. Ik moet niet meer zomaar dingen zeggen. Nou, daar is die hoor. Goedemorgen. Jij hebt wel een beetje gehoord dat de bedoeling is. Ja, ik kreeg het net binnen inderdaad. Nice, tweede van. Ja, ik heb het zelf gezegd, dus dan moet het wel, hè. Maar heb je ook een voorkeur qua plekje? Ik heb er nog niet echt over nagedacht. Jawel, van Boas, toch? Oh, dat is inderdaad wel mooi. Naast die van Boas. Naast die van Boas. Zo boven Boas.
Ja, want ik dacht... Ja, want ik dacht van, ja, het mooiste is natuurlijk wel als het op een plek komt waar het zoveel mogelijk gezien wordt. Ja. voor de branding, snap je? Voor reclame, ik bedoel. Ja, kunnen we wel een deeltje sluiten, hoor, als je graag wil. Ja, ik dacht misschien hier zo je nek zo. Hoe mijn hand anders zo. Tussen je oog. Ja, in het midden zo, hier zo. Eén ding is zeker, het is vandaag goed geregeld, met de goede handen. Ja. Want Sarah die heeft al een paar tattoos gezet. En ook de vorige keer was haar Instagram alles ontploft. Omdat ze het zo goed deed. Kom, dat wordt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in, zeker, zeker. Nice. Ja, ik vind dit leuk. Maar je had dit wel al zien aankomen, toch of niet? Wat, ja, wat dacht je dat je vandaag ging doen? Nou ja, kijk. Ik kreeg ook honderden DM's van alle fans. Van ja, ja Lars, ja, je bent de lul nu, weet je wel. Ja. En toen dacht ik, ga hierheen. Ik wist dat Sarah hier in Amsterdam zat. Ik ja. Het ik hoopte gewoon dat het niet zo was, maar ik dacht, het is wel zo. Dus. Nou, we hebben hier in ieder geval hierachter een mooi hoekie. Hier kunnen we lekker ons ding doen. Hier gaat Sarah haar ding doen. En ja, hier mag Lars dan gaan plaatsnemen. Ja. En die gaat dan onder handen genomen worden door Sarah. En dan gaat het gebeuren. Wat gaat het gebeuren? Wat vind jij dat je vriendje... Ik vind het echt heel grappig. Jens, kan toch wel. Kan er wel bij. Ja, inderdaad. Als je kijkt naar wat voor tattoos Lars allemaal heeft, dan is knolpower... Ja, ik weet niet. Het is toch wel een ding eigenlijk. Ik weet niet of je wint van de schep. Schep? Heb je een schep? Ja, ik heb laatst een tattoos laten zetten. Oh mijn god. Wat? Die heb je nieuw. Why? Een schep? Hoezo? Omdat je altijd op zoek bent naar een berg goud, of? Nou, dat niet. Nee, dit heb ik samen met een vriend gezet voor een video. Wij zeggen altijd zand erover, weet je wel, op die manier. Oh. En ik had tegen hem gezegd, je krijgt van mij een tattoo, maar dan moet je wel geblinddoekt meegaan. Dus hij geblinddoekt mee, ik een schep op zijn been laten zetten. En hij vond het super vet. Ik dacht, maar ja, ik moet het dan ook wel zelf nemen, anders kan ik dat niet maken. Echt? Ja, dus, en die heb je nieuw hier op de ja. Pols. Dus ik zit al een tijdje... Oh, Sunny Side Up. Ja. Die had ik gezien, die is echt nice. Oh, sick man. Dus oh, ja, dat is nice. Ja, het ophouden kan er wel bij. Oké, okay, nou, dikke vet prima. Ik, ja. ik vind het helemaal leuk. En heel erg bedankt voor alle likes. Helemaal top. Goed gedaan. Ik weet iets. Nou. Ja, we zijn nu even een beetje aan het discussiëren en zo van ja, waar gaan we het doen? Gaan we hem nou echt boven Boas doen? Want nog even één keer als je hem wil laten zien. Ja. Heel even je broek weer uit. Ik ben net zojuist besef. Wat zullen mensen nu van mij denken op dit moment? Kijk, dit is de tattoo van Boas. En ja, het is niet de mooiste tattoo die er is. Nee. Maar hey, wel respect dat je het hebt gedaan, want het was ook iets van een belofte of zo. Ja. Vaak echt domme beloftes. En weet je waar ik opeens aan zit te denken? Oh. Ken jij al die tattoos van 6ix9ine? Ja. Die zijn hele arm heeft met 6ix9ine. Nee, nee. Gewoon over zijn arm zo 100 kleine KP-logootjes, zijn hele arm. Oh, kan ook overdrijven. Kan ook overdrijven. Nee, maar je zit te denken aan misschien ergens op je arm. Ja. Kijk, weet je wat het is? Op het eerste oog lijkt deze tattoo natuurlijk een beetje gekkigheid en het is het ook. Maar uiteindelijk ja, representeert het wel onze tijd die we samen hebben gehad. En het is gewoon uiteindelijk de... Ja, iets, ja dat is emotioneel. Hoor. Oh. Maar het is wel daarom een stuk vetter geworden dan toen ik de belofte maakte, om het zo maar te zeggen. Want ja, ik zei, had ik geen idee wat er allemaal ging komen. En nu achteraf gezien is toch een hele hoop gebeurd. Ja. Dus dan is het natuurlijk wel mooi om wat zichtbaar te hebben. Dat als iemand er ooit naar vraagt, dat ik gewoon zeg... Hey. Ja, en dan is het al helemaal mooi als ik dan ook een klein lijntje zet. Ja, is goed, nee, doe maar. Zodat je ook kan zeggen van ja, Enzo heeft hem ook een beetje. Hè? Nee, zeg maar weer maar. Kom wel goed. Oké, okay, nou we gaan nog even nadenken en dan ja, gaan jullie het zo zien. Oké, okay, Lars, je bent uit over de plek. Ja, dat is keuze 1. Dit is de plek geworden. Dat is een hele mooie plek. Ik vind het een, ja, een goede commerciële keuze. Maar nu nog eventjes het volgende. Ja. Ga je hem helemaal in het zwart doen? Ga je hem in het rood doen? Of ga je outline? Nou, je zei zelf al dat je best wel veel outline hebt. Dit is outline. Ja. Dit is outline. Ja. Dit is eigenlijk ook bijna alleen maar outlines. Dus ja. En weet je wat het is? Het wordt dan wel heel veel outlines. Word ik zo'n soort van lopende lijn. Ik denk dat ik wel een beetje voller moet, zeg maar. Ja, dan is het zwart of rood. Ik heb niet echt kleur. De enige kleur die je hebt is het Nike logo van deze schoen. Ja, dus ik denk dat het gewoon zwart wordt dan. Maar je hebt best wel veel tattoos. Best wel veel
En kijk, als je bij Sarah op haar arm kijkt, is het zeg maar één hele sleeve. Ja. Dus dat is best wel zeg maar soort van af. Is het bij jou ooit af? Of? Als er geen plek meer is. Nee, ik vind het wel, ik vind het juist vet. Gewoon, ja, elke tattoo heeft zeg maar een ander verhaal. Zo plak ik gewoon heel arm vol. Maar ga je ooit iets aan elkaar connecten, denk je? Of laat je er altijd een beetje ruimte tussen? Ruimte. Ja. Ik zal niet met schaduw dingen opvullen of zo. Nee, dat wordt het niet mooi, denk ik. En over welke tattoo heb je nou de meeste reacties gekregen? De meeste complimenten, de meeste... Ja, complimenten toch wel veel over de schoen ook, omdat die gewoon best wel strak is gezet. En omdat mensen het in eerste instantie niet echt snappen, maar dan uiteindelijk wel vet vinden. Ja. En deze vinden mensen ook best wel vet. Ja, die vind ik ook. Ja, deze is heel cool. Dus dit is ook wel eentje waar ik altijd wel veel... Ja, deze gaat ook diep. Ja. Die schildpad vind ik ook nice. Ja, die schildpad vind ik ook heel tof, ja. Deze. Maar heb jij nou een tattoo? Nee, hè? Geen één. Nee. Ga je ooit een tattoo zetten? Eentje, ja. Maar niet vandaag. Het is geen KP te... Ik weet wel wat je wil. Ja, mijn eerste tattoo wordt sowieso van een kat. Van een kat? Ja. Echt? Ja, vind ik leuk. Oké. Okay. Maar natuurlijk nog even. Vet hoor. Nice. Nou, we doen dit. Ja. Ja, de helemaal zwarte? De helemaal zwart. Oké. Okay. Ja, het is jouw logo, vind je dat goed? Ja, ik vind het helemaal top. Ja, super. Oké, dames en heren. Dit is in een half uurtje best wel snel geregeld. Hij wordt helemaal zwart. Goed opgevuld. En nu gaat Sarah lekker aan het werk. Zo, we zijn vol opstaan, hè? Ja. Ik heb nog niks gezien. Ja, Lars. Ja, lijp hoor. Dit is de outline. Dit is de outline. Hoe vind je dit? Ik vind dit al wel vet, maar ik denk toch wel dat ingekleurd wel ook wel vet is hoor. Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat het wel vetter is. Ik vind het zo ziek dat hij zo... Ja. Gewoon met het cameraatje en dat handje is zeg maar al zo strak. Ja, het maar... staat er toch echt op nu. Ja. Ja, nee, ik vind het lijp. Ja, leuk toch? Heel erg vet. Ja, ik vind het stoer. Laat het gewoon inkleuren. Dat is wel beter. Ja, dat is beter. Helemaal zwart? Helemaal zwart. Nice. Volgens mij, Lars, is die bijna af. Ja, ik heb geen idee. Je voelt dat niet, hè? Maar doet het pijn? Ja, voor mij helemaal niet meer. Ik ben gewoon aan het praten en ik heb niet eens door dat het gebeurt. Maar je hebt wel zoiets, die outline, dus die kleine lijntjes, dat voelde je eigenlijk helemaal niet zowat. Nee, dit voel je wel iets meer. Ja, dat inkleuren is wel iets pittiger. Maar het is zeg maar in het begin, de eerste halve minuut voel je het. Op een gegeven moment gaat je huid een beetje verlamd worden, omdat het gewoon elke keer weer over die plek heen gaat. Ja, dan voel je er bijna niks meer van. Een beetje alsof je over een schaafwond heen wrijft, zeg maar. Maar de meest pijnlijke was op je buik. Ja, ja. Oh, dan is dit gewoon easy vandaag. Nu zal je nog vaker aan me denken. Hey. Yes? Jeetje. Ja, dit is wel lijp hoor. Ja, ik ben wel blij dat ik het heb ingekleurd. Ik ja. vind hem heel mooi geworden. Ik ben wel blij dat het zo hier is gegaan en op deze manier. Ja? Ja, ik heb er geen spijt van. Ja, als je snel naar kijkt, weet je ook niet wat het is. Je moet echt weten wat het is, zeg maar. Ik weet wel heel Nederland, hè, maar goed. Ik vind het wel bruut hoor, echt serieus. Het moet ook mooi staan. Ik vind dat en neem natuurlijk wat erachter zit vaak, maar het moet ook wel vet staan. Maar kom eens hier staan, zeg maar. En loop dan nu eens zo daarheen. En dan zie je het, hè? Ja, dat zie je echt super goed. Oh ja, je moet vanaf nu altijd korte mouw. Ja, gewoon een tanktop. Ja. Maar ik ben er wel blij mee. Mooi zo. Super nice. Nou, dames en heren, respect voor Lars. Heeft zijn belofte nagekomen. Ja. Het staat voor altijd. We hebben het gedaan. Het super sick. Ik vind het echt heel sick. Ik vind het echt, hij is zo mooi gelukt. Bij 50.000 likes mijn? Nee. Eén knol is genoeg. Knoller gang. Ja. Sarah, je hebt het goed gedaan. En dat is de eerste. Dat is de eerste. Is, echt. Is dit de eerste knolpout dat er die wordt gezet waar jij bij bent? Ja. Maar daar heb ik toch wel iets speciaals in ieder geval. Hè? Dat is, ja, 100%. Yeah. Maar goed. Myron die gaat nog een tattoo laten zetten. Ja. En Milan gaat een tattoo laten zetten, die net is binnengekomen. Yes. Maar wauw, ik vind het super tof. Ik vind het echt keihard. Ja, ik ben ook wel blij mee. Nice. Milan is een shock, hè? Like. Ja, ik ben echt wel verbaasd dat je het hebt gedaan. Ja, maar goed, als je iets belooft, moet je het wel doen. Ja, maar bro, 5000 likes. 50. Ja. Dat is ook niet zo heel moeilijk.
Het duurde wel 4 maanden. Ik wou net zeggen, het heeft wel lang geduurd. Maar is dat op jouw video of op Enzo's video? 50.000 duurde 4 maanden. Ja, normaal gesproken gaat het wel snel als ik zoiets zeg, maar ja. Het, weet je wat het was? Niemand wilde het eigenlijk. Nee, serieus. Weet je wat het was? En dat is ook de reden waarom het best wel lang heeft geduurd. Uiteindelijk ging het weer helemaal rond en toen gingen mensen liken. Ja. Alleen de reden waarom het zo lang heeft geduurd is omdat we serieus aan tafel zaten. En Lars die zei het heel snel tussendoor. Dus het was best wel sneaky tussendoor. Het was niet echt van, dames en heren, ga allemaal liken, alsjeblieft. Het was gewoon snel tussendoor van Lars zelf. En dan is het wel speciaal, want dan gebeurt het als nooit. Ja, nee, dat klopt. Nou, oké, dan ja, respect. Dom en respect. Ik zei, was het vooral dom. Nu wat in corona al is gebeurd, heeft het soort van, ja weet je, het is wel goed te praten. We hebben wel bepaalde dingen meegemaakt in een periode, dus het is, ja. Het is gewoon een coronatattoo. Ja, het klinkt een beetje gek, maar... Ga jij als eerst nu? Ja, is goed. Wat gebeurt hier? We hebben het even in geheim overlegd. Want ik mag het niet zien. Nee, dus de camera ook even uit, joh. Hallo, geheim. Snap je geheim? Dat betekent alles weg. Geen paparazzi. Oké, ja, nou, ik mag het dus blijkbaar niet zien, dames en heren. Milan die gaat een tattoo zetten op zijn borst. Althans, Sarah gaat die zetten natuurlijk. Maar ja, ik mag niet kijken, ik mag niks zien. Ik heb geen idee waarom. Betrapt! Wil je even met mij hierin? Wat dan? Ik wil gewoon even kijken. Ja, is goed. Of wil je daarin? Wat is er dan? Je hebt een plannetje volgens mij. Wil je daarin? Ja, je hebt al wat gekocht. Waar is Myron? Wil je daarin of daarin? Nee, wat is er aan de hand? Wat is Myron aan het doen? Wil je daarin of daarin? Nee, er is iets aan de hand. Er gebeurt hier iets. Wat is Myron aan het doen? Wil je daarin? Ja! We zijn serieus nu door de straten van Amsterdam hier aan het lopen. En ja, ik moest weg. Omdat Milan die gaat iets zetten wat ik nog niet mag weten. En nu is er weer iets geheimzinnigs met Myron. Wil je daarin? Ja, is goed. Ik wil best daarheen. We kunnen ook hier gewoon even staan hoor. Ja, dan blijf hier wel even staan. Wat is dit, Lars? Ik heb geen idee. Mag ik wel even kijken? Nee. Dat is niet voor jou, maar je moet wel wachten. Ik ben bang dat ik het ga verklappen. Ja. Jij weet het wel. Ik heb geen idee. Leuk, en jou niet van verrassing. Oké, okay. Gaat Myron haar eerste jointje roken? Nee. Kom ze helemaal skaffa hierheen lopen? Hey! Oh, nou dat is toevallig wie we daar hebben. Hey, wat heb je... Ik heb een cadeautje voor je gekocht net. Echt? Ja, wil je heel even wegkijken? Moet mijn ogen dicht houden? Yo, wat gebeurt hier? Zal ik hem opdoen? Doe je hem op? Ja. Hou je ogen dicht, hè? Nee, je moet andersom. Het is een Pikachu-pet. Zou je denken? Oké, doe maar open! Kijk maar in het raam. Dat is het. Hey, dit is keihard. Ja, dit is wel swag. Dit komt. Doe eens andersom op, het ziet er best wel cool uit. Wow, dit is wel echt gruwelijk. Ja. Dit maakt de outfit wel compleet hoor. Hoe vet! Dit is super cool. Vet, ja. Maar wel even, ik heb mijn pasjes net aan jou gegeven. Ja. Dus volgens mij heb ik een cadeautje van mijn eigen geld gekregen. Nee, hoezo? Ik moet toch nog een loon van jou krijgen? Ik wilde dit serieus dus al halen, maar jij had mijn pasjes, dus het kon niet. Dus dit wilde ik al halen voordat ik de pet van jou kreeg. Oh mijn god. Ik dacht, die gaat iets nu ook een cadeautje halen of zo. Ja, voor jezelf. Ja, voor mezelf. Nog een cadeautje. Ja, nee, ik zag deze. Ik zei tegen Lars, heb jij geld bij je? En Lars zei... nee, ik zei, nou, Myron heeft mijn pasje, dus is mooi kloten. Ja. Maar hier is het hoor. Nieuwe Pikachu kaarten. Hoe nice is dat? Ja, sick. Hey, ik ben goed in thema. Ja, zeker. Ja, ik heb er zin in vandaag. Yo, Enzo de Pokémon Train hier. Dit is echt sick. Dit is serieus sick. Ik heb ongelooflijk veel Pokémon kaarten opengemaakt. En er staat ook een video van op mijn gamekanaal Enzo Knol 2. Maar zo'n kaart als deze, dit is misschien wel de meest epische kaart die ik ooit heb opengemaakt. En dat gewoon simpelweg even een pakje halen in Amsterdam. Nou, dit vind ik sowieso de vetste kaart. De grote Pikachu. Ja, die is mooi. Die shined ook heel erg. Dan hebben we die ook nog in het klein. Dat is deze. Wauw. Dan hebben we ook nog deze Pikachu. En dan hebben we met het eerste pakje, dat is dit pakje. En ik heb nog 3 pakjes hierna te gaan. Maar met het eerste pakje heb ik alweer een Pikachu. Dan heb ik hier ook nog een kleine Pikachu. Die ligt te slapen. Oh, inderdaad. Maar check eens eventjes wat ik hier heb. Oh my god. Dragonite. Dragonite. Een regenboogkaart. Jullie beseffen niet. Ik besef het wel hoor. Ik besef het niet. Wacht even. Hij dat die minstens, het zal zijn 5 cent waard is. Boom. $15. Oh. Ja, dat is wel veel ja. Hoor. Voor zo'n kaartje. Ik wist het. Ik wist. Dit is sick hoor. Zodra ik me zag, dacht ik. Boom! Cashbreaker. Een vrede. Een wat? Vreugdeschreeuw. Een vreugdeschreeuw, ja, dat deed ik net. Boom! Ja, maar dit is nog maar het eerste pakje. Ja, nee, maar het beste is nu al geweest. Zie je, want dit is gewoon. Boom! Boom! Ho, ho, ho.
yes! Oh, zo sick! Oei, yo, kijk dan! Nog een Pikachu. Nee, maar dit is gewoon toevallig. 50-50, knolpower. 50-50. En ik heb nog nooit dit gehad. Kijk wat het is, 50-50. Huh? Ik heb nog nooit deze kaart gezien. Wow, vet! Gruwelijk, hè? Dat is toch bijzonder? Dat is mooi, hè? En Nicole zit hier echt zo van... Ik heb geen verstand, maar het is wel mooi, hoor. Gewoon 50-50. Wat? Zo sick. Wauw. Was het dat? Was het dat? Was het dat? Was het dat? Nou, ja, helemaal leuk. Heb je toch nog twee kaartjes die bijzonder zijn? Ja, joh. Deze twee kaartjes. Super vet. Ah, nice. Ik ben zo happy. Oké, we gaan naar binnen. Het is tijd om eventjes polshoogte te nemen bij Milan zijn tattoo. Op zijn borst, maar... Ik val met de deur naar binnen. Maar wat voor tattoo is het precies? Dat is even een beetje de vraag. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ben je al klaar? Ja. Hè? Ja. Is hij helemaal af? Ja. Ben je blij? Ja, ik ben fucking blij. Dat is precies gelukt hoe ik hem wilde. Ja? Ja, heel groot KT. Dat is op je kop trouwens. Een Pikachu? Ja, dat is gewoon waar. Is toch vet? Voor Myron? Ja, leuk. Ja. Heel leuk. Ja, wil je het zien? Ja, tuurlijk. Oké, 5 euro. Ik wil het super graag zien. Komt ie, hè? Ja? Ja? Ja. 3, 2, 1. Wow! Ja, die is heel vet. Je ziet al wie dat is, hè? Ja, ik denk Irma, Milan en Zo Shen. Yep. Vet, hè? Heel leuk. Ja, heel vet. Het is natuurlijk van Lil Peep van het album Crybaby. En ja, in plaats van Crybaby erin zetten, dacht ik van ja, Irma, Milan en Zo Shen. Wow, Imes. Imes. Dan heb je Semi. Kan ook. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook zo. Ja. Echt vet, hoor. Mies. Mies. Nee, het is als leeftijd. Irma, Milan en Zo Shen. Gruwelijk. Ook mooi letter. Oud en jong. Hetzelfde als Crybaby lettertype. Ja, echt vet. Echt heel mooi. Ja, hij is super clean. Ja, dat is eigenlijk goed gedaan, hè? Ja, zeker weten. Gruwelijk, man. Deze is ook al gedaan? Niet. Nee. Ga je die nog doen? Ja, tuurlijk, maar ik kijk er heel te erg tegenop. Ja, waarom? Ja, nou, omdat het ingekleurd moet worden ook, dit gedeelte. Maar ja, gewoon weer donkerder bedoel je? Ja, maar het deed echt pijn, hoor, bij deze, die onderste. Bij het tepel, ja. Ja, ik denk hier zo inderdaad, bij het tepeltje, dat het wel gevoelig is. Ja, en die hierboven, die deden heel pijn. Nou ja. Nice, hoor. Ik heb maar 2 keer gehuild, dus het valt. Ja, kan toch? Mannen nee, huilen ook. Ja, tuurlijk mannen huilen, maar liefdesverdriet. Niet om het dat te doen. Sarah, heel goed gedaan weer. Ja, thanks. Ja, echt nice. Ja. Maar ik denk als je nu die tatoeage nog bijgewerkt hebt, dat het echt nog veel vetter is. Want die is nu gewoon echt veel te mooi voor die. Ja. Het staat je wel op, bro. Het is en je leuk. Kan zo'n rolletje krijgen in Breaking Bad. Of nee, in, hoe heet dat? Prison Break. Prison Break, ja. Yeah. Michael Scofield. Juist. Michael Knolfield. Ik moet even wat vaker voor de spiegel doen. Ja, op het begin ga je dat heel vaak doen bij een nieuwe tattoo. Ze is constant voor de spiegel, nee, checken, selfies, foto's te maken. Ja, echt, ja, echt gaaf. Oké, daar gaat hij. Het inkleuren van de 0592. Ja, dat is niet fijn. Dit is niet fijn. Maar Sarah, kan het kloppen dat als je een tattoo als deze, die Milan dus ooit heeft laten zetten, dat als je die opnieuw inkleurt, daar overheen, dat dat extra pijn doet? Ja, zeker. Want het is eigenlijk ook een soort van littekenweefsel. En dat blijft gewoon toch een beetje meer gevoelig dan gewoon huid. Dus dat is zeker zo. Maar het wordt uiteindelijk wel veel mooier van deze. Ja, dat is wel een doel. Maar ik vind het wel knap dat je dan beide borsten hebt geüpgrade. Ja, nee, vrouwen dat doen is wel. Toen ik... Toen ik het zei, dacht ik, dat is best ja, waar. Nou ja, vrouwen doen het ook bij borsten. Nou, ik doe het op deze manier. Nou, is bijna klaar. Het is bijna klaar. De eerste lamp. Wat ben jij een lullo? Ja, gemeen, we krijgen het waarschijnlijk straks terug als ik daar lig. Dan zit Milan ook zo. Nou, het goed, hè? Ik kan me dus wel herinneren dat toen ik 16 was en deze liet zetten, wat echt een domme keuze was. Stel je bent 16 en je wilt dat doen, denk er nog even 2 jaar over na. Want je bent nog niet volwassen genoeg, dat het toen veel meer pijn deed. Echt veel en veel meer. Ja? Ja, ik ging dat duurde ook echt lang. 1,5 uur was hiermee bezig. Maar diegene was ook niet ervaren, toch? Nee, ik was de eerste. Dus misschien heeft hij het ook wel echt helemaal verkeerd ja, gedaan. Ja, ik was de allereerste die, wow. Nou ja, de allereerste die op de borst deed. Hij had bij iemand wel een keer op de benen gedaan.
maar had nog nooit iemand op de borst gedaan. Ik ben echt blij dat ik op mijn 16e niet de naam van mijn vriendin erop had gezet. Maar besef even hoe ziek die tatoeage van Sarah is op haar arm. Het lijkt gewoon echt een foto. Het is zo lijf. Ja, ik ben ook super blij met de binnenkant van dezelfde. Ja, wow. Dat was wel echt pittig hoor. Pittig ja, die binnenkant lijkt me heel, vooral hier zo, ja. Dat stukje. Oh. Ja, dat was echt wel heftig. Ja, maar het is niks zo heftig als dit hoor. Nee, veel erger. Nou, succes. Wij gaan even koffie halen en een broodje. Wil je nog wel een lekker broodje meenemen van dit? Oeh, niet dat doen. Dan gaat je borst aanspannen. Geef hem gewoon een tik op zijn hoofd hoor, Sarah. Sorry. Nou, zullen wij weer op stap gaan? Ja, laten we eens nog. Nou, de dames blijven hier. Waar ga je mee? Nee. Nee, dus de dames blijven hier. Wil je een koffie voor mij meenemen? Ja, alleen voor Milan. Ja, tuurlijk. Ik zit echt te denken of ik mijn Pokémon-kaart ga meenemen of niet. Nee, ik laat ze wel even liggen. Pas er goed op, hè. Check. Komt-ie, hè? Ja. Tadala. Oh, veel beter. Nice. Veel kleur, hè? Ja, joh. Ja, deze doet ook het meest pijn, hoor. Dat inkleuren. Oh, die timelapse loopt nog. Maar als je die timelapse hebt gezien... Oh. Wel pittig. Je ziet me af en toe echt... Maar kijk, ik heb hier een lekker broodje gezond voor je. Dankjewel. Alsjeblieft, man. Lief van jou. Jongetje. Wauw. Wat lief. Dankjewel. Heb je ook een cappuccino? Wil je ook cappuccino? Ja. Ja. Oh, lief. Want het is de beste dag ever. Oké, okay, ja. Jij is... moet niet meer reageren. Ja, ik weet niet hoe ik moet reageren. We zijn in Amsterdam. Heb je wat genomen? Nou, zo lijkt het wel een beetje trouwens. Jongen, jongen. Heel high van die inkt. Zo rechts is op mijn hart. Nee, maar super nice, man. En Marvin is aan de beurt. Ja, Marvin die is al bijna klaar. Nee. Nee, ik ga weer. Oh, ik wou net zeggen. Oké, okay, Lars en ik gaan snel naar boven. Ja. En dan gaan we even kijken hoe het bij Marvin is. Want als het goed is, krijgt hij nu eerst ook even een plaatje erop geplakt en dan daarna getatoeëerd. En ja, Lars en ik hebben even koffie gehad, even een broodje. Dus, Oké, dames en heren. Ik, Pikachu, ga jullie nu laten zien wat Myron op haar rug laat zetten. Ja? 3, 2, 1. Kaboom! Dit gaat Myron op haar rug laten tatoeëren. En ik vind het een super mooie plek. Ja? Ja, ik vind het echt heel erg nice. Ik ook. Ik ben echt benieuwd of je dit een beetje gaat voelen zo op je ruggengraat. Ik wel. Gaat ze dit voelen op haar ruggengraat? Nee, wel een beetje voelen. Ja. Maar op zich, de vorige keer was ook wel een beetje volgens mij. Ja, bij je elleboog. Doe eens even die welbekende truc met die elleboog. Die je van Don hebt geleerd. Oh ja, dat is deze. Maar Don kan het beter. Die draait ook sneller. Dan denk je dat je aangevallen wordt, maar dan word je hier pas aangevallen. Ja, die is er van Don geleerd. Ik heb hem al een paar keer ontvangen. Oké, okay, maar goed. Nou, ja, we gaan beginnen denk ik. Door. Spannend hoor, dames en heren. Spannend. Alle plekjes die heel pijn deed, ik denk precies op zo'n knobbeltje zeg maar, van mijn ruggengraat. En sommige plekken dat ik dacht, oh, dit voel ik eigenlijk niet. En dan in één keer weer, oh, dat doet echt daar heel zeer. En dan is het raar. Ja, heel vet hoor, dit. Ja? Ja. Oh ja, heel vet. Ja, heel mooi. Ja, dit is echt precies hoe ik het wou. Ja, perfect. Yay. Heel blij, hè? Echt mooi. Ja, maar ook gewoon dat hij zo mooi subtiel is. Ja. En hij zit laag, dus als ik een normaal t-shirt of een normaal hemdje aan heb, dit hemdje is best wel laag. Maar als je een normaal hemdje aan hebt, dan zie je het niet eens. Dat vind ik vooral fijn. Ik vind het heel mooi om te laten zien, maar het is ook wel een keer fijn dat je het niet ziet. Nice hoor. Ja, echt blij mee. Pas. Je hebt je hengels, alles bij je. Heb je een mooi pet? Ja, thanks man. Daniel, nu ga je die van Milan zien. Oké. Mag ik raden wat het is? Ja, sure. Oké, gekheid van een cijfer 1 tot 10. Een 10. Nee. 1. Malino. Oh, dat was wel vet geweest. Nee, dit is eentje. Je weet dat ik 1 had, hè? Ja. Deze had ik. Ja. Die is okay, bijgewerkt. Deze is bijgewerkt. Oh, wacht, dus dan heb je nu 3, 4, 7, 8. Nee, ik heb deze erbij. Imes?
Niet zo vervelend nou, hè? IMES. Waar staat het voor? Waar denk je dat het voor staat? IMES. Semi. Als je het omdraait. Tot you. I make every second sound. Oh, het is... Ja, ja. Het is Nederlands. Het is Nederlands. Oh, dan is het vast Irma, Milan, Enzo, Shen. Yay. Yeah. Dan heb ik dat neergezet. En op volgorde van leeftijd. Oké, maar goed. Nu dames en heren. Lars die heeft een KP-tattoo. Milan die heeft Crybaby met de namen. Myron die heeft de coördinaten op haar rug. En nu de vierde tattoo is dan toch voor mij. Ik wist nog niet helemaal zeker of ik het zou doen. Maar ik ben er nu wel over uit dat ik het wel graag wil. En het leukste daarvan is wel dat als iedereen even naar beneden gaat. En dat Sarah en ik... En Myron dan even gaan kijken of het de goede plek is en de goede grootte. En daarna halen we iedereen naar boven en dan kunnen ze reageren op wat ik ga laten zetten. Ja. Was je al helemaal uit of het van een lijntje ging worden of het rood ging worden? Ja, ik denk een rood lijntje. Ik ook dat dat wel echt heel vet is voor. Doe je broek eens uit. Natuurlijk, met alle liefde. Ja. Welke kant? Je bedoelt die kant al. Dus wil je die hebben? Ja. Waar heb je die andere? Hier. Ook rechts. Ik ben rechtsbenig, rechtshandig. En al mijn talent komt rechts. Uit rechts, ja. Uit rechts. Snap ik hoor. Als ik iemand een trap geef om de reen, komt het van rechts. Dan komt die knolpouwen van rechts. Kijk, komt het nog naar aan. Als ik jou een dikke trap onder je poep geef, komt ook van rechts. Ja. Knolpouwen, knietje. En kniepower. Kniepower. Kniepower, ja. KP, waar staat die KP voor? Als je dan aan iemand uit het buitenland uitlegt. Waar staat die KP voor? Ja, kniepower. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Dit wordt dan je grootste tattoo. Ja, klopt. En alsnog klein. Ja. Ik denk dat het echt zo vet wordt. Ja, ik vind het wel een hele vette plek. Ja, ik ook. Maar het is ook een mooi logo. Ja, ik denk dat hij echt perfect is. Ja, het is wel een dingetje. Maar het ziet er nu ook gewoon een beetje stom uit omdat je geen korte broek aan hebt. Snap je wat ik bedoel? Ja, je staat daar zo een beetje in je onderbroek. Ja, klopt. Ik had beter mijn broek aan kunnen houden en dan omhoog kunnen trekken. Oh ja, dat is ook... Kan ik dat nu wel nog overheen doen? Ja, maar probeer dan wel, het is nu een beetje nat. Het is niet zeg maar, dat het uit gaat vegen. Kijk, nu ziet het er alweer echt veel vetter uit. Ja, klopt. Nu ziet het er veel vetter uit. Ik snap volledig wat je bedoelt. Het stond net alsof je een jurkje aan had. Ja. Oké, ik ga ze halen en ik ga vragen wat zij denken dat het is. En wat de plek is. Ik wil eerst even vragen wat jullie denken dat het is. Ja, weet je wat het is? Ik heb Pokémon! Nee, maar dat is het dus niet. Het is geen Pikachu. Het is geen Pikachu. Ik heb werkelijk waar geen idee. Het is het KP-logo. Dat dacht ik ook. Ja, of ik denk misschien dikke vette piece of zoiets. Oké, en locatie? Tevoren. Locatie denk ik... Been. Ja, maar jij hebt net al gezien dat hij zijn broek omhoog had. Oké, ga maar kijken. Het is dus zijn been. Ja, ik weet het. Het is ja. Maar jij je had het ook kunnen zien aan hoe nee, ze... Nee, omdat ik dus gisteren met Enzo gepraat en toen zei ik ook dat ik zou enkel doen. Oh ja, klopt. Dus ik denk dat enkel, been... Ja. Ik ben wel echt benieuwd. Hij heeft er geen woord over los. Jij gaat dit sowieso vet vinden. Ja? Ja. Oké. Okay. Nee. Ah, dit is lijp, ouwe. Oh, dit? Nice. Neem je nou van dezelfde tattoo als Lars? Ja, hij heeft dezelfde als ik. Nee. Ik ga het anders doen. Ik ga hem ten eerste niet in laten kleuren. Ik ga hem niet helemaal donker maken. En het wordt een outline tattoo, maar dan in rood. Oeh. Ja, lijp, man. Helemaal rood. Knolpauwrood. Rood. Nee, outline, randjes rood. Dik. Veranderd rood en niks verder zwart. Ja. Ik vind wel altijd die rode kleur in tatoeage vind ik altijd heel vet. Dat is heel intens rood gesteld. Nice. Vinden jullie de locatie ook mooi? Ja, net bovenaan of onderaan zijn quadricep. Letterlijk. Die dan zo, bam, zo die beenspieren. We hadden het gisteren over hadden. Nu is het geen knolpower, maar kniepower. Ja, dat zei ik net ook al, kniepower. Ja, lijp man. Letterlijk. Als je me dan een knietje geeft, kniepower! Mooi. Dat zei hij zo ook. Ja, vet man. Nee, oké, leuk. Nou, dan gaat Sarah aan de slag. Maar ben je een beetje zenuwachtig? Ja, ik ben heel zenuwachtig. We hebben een cadeautje voor je. We hebben een cadeautje voor je. Ja, het is heel klein hoor. Oh mijn god, ik weet het denk ik al. Nee, dat kan je niet gokken. Nee, dat kan je niet. Als je dit raadt, dan ben je een van de waarzegster. Komt-ie. Alsjeblieft. Oh! Nog een cadeautje. Maar jij was ook zenuwachtig net, hè? Eigenlijk niet, maar... Yay! Charmander! Hey, dit is nice. Oh,
die is echt leuk. Ik ga deze niet openmaken, ik ga hem bewaren. Ik denk dat het gewoon sinaas is of zo. Nee, nee, dit is komkommersmaak. Oeh, mag ik ruiken? Hier ruikt echt heel erg komkommer. Oeh, ik heb gewoon sinaasappelsmaak, die mag je wel. We kunnen er nog meer halen, er zat echt heel veel Pokémon, er zat ook Snorlax en zo. Wow, vet. Oh, dit is echt heel erg. Ik hoop het proeven. Nee, ik zei lekker niet. Gek smaak, hè? Het is het mooiste blikje, maar het is gek smaak. Het is komkommer met prik. Het proeft alsof de komkommer bedorven is. Maar hey, super lief. Hey, wel aardig. Super lief. Blikje bewaren. Oké, dan gaat nu Sarah aan de slag met ja, mijn eigen KP-tattoo. Super vet. Ik vind het echt serieus heel erg spannend. Ja, dat. Gaat helemaal goed komen. Mooi zo. Nou, ik heb alle vertrouwen in. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zeer? Holy shit, dat doet echt wel pijn. Het is natuurlijk alleen een diepe outline. Het doet echt wel pijn. What the fuck? Ja, het is ook niet lekker of zo. Nee, hè? Ik dacht, word even chill. Ja, je zei vanochtend nog, ik kan dat wel. Ja, het zijn juist die dunne lijntjes. Die kunnen echt gemeen zijn. Sarah. Ik hoop niet van... Hey. Vond je onder je teen lekkerder? Fucking joh, waarom doet dit zo pijn, joh? Nou, besef even hoe lang Milan heeft gezeten. Dat is mij wel mee, maar dat is dus niet het geval. Oei, dus ik heb zo'n gevoelige huid, hè? Ja, heeft hij wel echt, hoor, maar ik dit is gewoon... Ik hoop dat ze niet naar links uitschiet. Holy shit, nee. Nou, dat is echt heftig, hoor. Ik wist niet dat het zo pijn deed. Je hebt toch die andere tatoeage ook? Deed die minder pijn? Ja, joh, hier voelde ik niks van, joh. Ja, het is wel echt dat dunne naaldje. Je voelt echt op één plek dan best wel pijn. Je raakt op een gegeven moment wel een soort van gewend aan de pijn. No. Nou, ik raak er nog niet aan gewend, hoor. Je hebt het overleefd. Ja, maar. Nu eerst maar even een kijkje in de spiegel, als je wilt. Ja, ga ik doen. Ja, wel een lijke plek. Oh, wat doe ik? Maar niet uit. Ik stond gewoon daarop. Oh, sorry. Ja, ik vind hem super sick. Ja, echt heel cool. Echt nice. Het is gewoon super clean, mooi outline in het rood. Ja, deze heb ik nog nooit eerder zo gezien. Nee. Zij is wel uniek. Want er zijn dus meerdere mensen met het KP-logo als tattoo. Lars is niet de enige. Er zijn al meerdere fans die al een KP-tattoo hebben. Nou ja, nu hoor ik er ook bij. Ik ben gewoon niet de eerste met mijn eigen logo. Nee, ik ben echt iets van de 8e of zo, 9e, misschien wel 10e. Echt ja. Heel vet. Moet een keer een meeting doen, Lars. Ja. Met alle mensen die een KP-tattoo hebben. Dat is best leuk dus. Oké, dames en heren, dat was de sessie vandaag. En dat heeft best wel even een tijdje geduurd. Niet dat Sarah sloom is in haar werk. Alleen het is wel precisiewerk en hygiëne en omwisselen. Het is nu 17:15 en we waren hier om 11:00. Dus het is een lange dag, dus daarom ontzettend bedankt, Sarah. Graag gedaan. Super lief, je hebt het weer echt top gedaan. Het is echt toch. Ja, echt perfect. Super. Hoe blij ben je van 1 op 10? Ja, 10 natuurlijk. Ja, ik 11. Nee, oprecht. 15. Nee, dan ik 20. Nee, 21. Oh, 22. Nou, we zijn in ieder geval heel erg blij. Mocht je nou heel erg graag wat werk van Sarah willen zien, dan kan jij Instagram-account checken. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Zelf plaats ik ook nog even een foto op Instagram samen met Sarah. Ontzettend mooi gedaan, net als vorige keer. En ja, gewoon, dit is mijn allereerste bij jou. Nou, nice man. Dus super tof, ontzettend bedankt. En ja, geniet nog voor de rest van je vrije avond. Ja? Vast! Ja! Hoppa! Ja. Lekker! Goeie tik erop. Ah, het was heel zacht tikkie. Ja? En toen dacht ik van oké, dat is leuk, is leuk. Het is wel een stadsbaars hoor. Wel rare plekjes overal, moet je kijken. Ja. Lekker man. Ja, leuk toch? Ja, dik hoor. Dit is mijn eerste vis in Amsterdam in het centrum. Ja, ijs. Gewoon honderden mensen lopen hier langs omheen. Maar wij zijn gefocust op de vis. En boom!
Dat is de eerste. Boom chakalaka. Boom chakalaka. Hey, Daniel. Heb je vis? Ja. Oh, kom maar. Hoppa. Dames en heren, mijn tweede baars. Lekker. Ik ben er helemaal tevreden over. Ik ben ook tevreden. We gaan weer terug doen. Zo, dat waren even de twee visjes die ik heb gevangen. Super nice, ontzettend blij mee. Maar het is tijd om even lekker te gaan smikkelen. Super leuk trouwens dat je nog even langskomt in Amsterdam om weer een keertje een hengeltje te gooien. Ja, ik was in de buurt ook, dus. Dus dat kwam goed uit. Myron die heeft een lekkere burrito. Ik heb een super lekkere entrecote. En jij hebt? Fajitas. Lekker hoor. Eet smakelijk. We wilden eigenlijk nog eventjes gaan vissen, maar het is zo shitty weer. Het is best wel hard aan het regenen en daarom gaan we dat toch maar niet doen. We gaan gewoon lekker naar huis, sowieso een lange dag gehad in Amsterdam. Het was echt super vet. En veel mensen zagen denk ik niet aankomen dat ik een knolpower tattoo heb genomen. Jij zelf ook niet. Ik zelf ook niet helemaal, maar daar hou ik juist wel van. Ja, ik ben nooit echt geweest dat ik de gedachte had van ik wil een tattoo. Maar nu zo op dit moment en als je kijkt naar hoe ongelooflijk groot knolpower is geworden en ook al heel erg lang is, vind ik het ontzettend vet. Omdat ik al zoveel bereikt heb met mijn YouTube en mijn werk en met het knolpower logo en ook als je kijkt naar de kledinglijn. Je kan het haast geen merchandise meer noemen, omdat het, vind ik, en dat krijg ik ook te horen, van zulke goede hoge kwaliteit is. En de spullen zijn gewoon echt nice. Dat het eigenlijk meer gewoon mijn kledinglijn is geworden in plaats van echt zeg maar een soort van merchandise. En daar ben ik zo ontzettend trots op dat ik het echt vet vind dat ik nu een knolpower tattoo heb. Ja, dat logo is gewoon gruwelijk. Het is gewoon super vet en ik ben er ontzettend blij mee. En ja, ik kan daar heel erg van genieten en ik vind het echt gewoon een hele vette plek. Ik wilde het eerst niet op mijn rechterpols doen, want hier heb ik dus al de piece. Ik wilde het eerst op deze pols doen, maar toen dacht ik van ja... Mijn knie. En dan gewoon in het rood, outline, nog bij niemand gezien. Dus ik ben er heel erg blij mee. En die van jou vind ik ook super nice. Je hebt ook echt een hele mooie tattoo. Dus we zijn allebei heel erg blij. Dus met dat gevoel gaan we naar huis. Eventjes over het tattoo gedeelte. Mocht je nou onder de leeftijd zitten van een tattoo, dan moet je toestemming vragen bij je ouders. Denk goed na over een tattoo. Ga niet zomaar roekeloos een tattoo zetten, want het blijft gewoon heel erg lang erop zitten. Ik heb best wel wat mensen tattoos zien laten weglezeren, omdat ze gewoon spijt hebben, omdat ze gewoon niet goed over na hebben gedacht. Dus het is wel een dingetje, maar de dik vette piece, ik vind hem keihard. Knolpower, ik vind hem keihard. Het staat gewoon voor wat ik doe. En ook al mocht het ooit een keer ophouden, hoop het niet natuurlijk. Ik blijf gewoon elke dag doorstrijden. Maar ook al mocht het ooit een keertje ophouden, dan heb ik toch gewoon iets op mijn lichaam waar ik heel erg trots op ben. En wat sowieso de mooiste tijd uit mijn leven is. 100%. Dus dat is mijn zegje over mijn knolpower tattoo. We zijn weer thuis en ik ga eventjes kijken hoe het ervoor staat met de tattoo van Myron. Oeh. Ziet er heel erg mooi uit. Dat is nice. En de plekjes die je hier zo ziet, zeg maar, daar en daar en daar, dat zijn luchtbelletjes. Maar voor de rest is hij echt super nice. Is het dan een beetje gaan uitlopen, zeg maar? Of is het, is het nog steeds wel strak? Ja, het is nog steeds heel erg strak. Ik denk heel eerlijk dat hij bij jou heel erg gaan uitlopen. Huh? Heel erg is gaan uitlopen. Juist. Ik ga eens even kijken. Ik doe mijn broek wel even naar beneden. Spannend. Oh, nee. Nee, valt heel erg mee. Nee, helemaal niks. Sterker nog, hij is super strak. Sick. Ja, echt nice. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Wacht, ik zal mijn broek even optrekken. Dat ziet anders een beetje raar uit. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace! Knolpower!